Een jonge ondernemer uit Veldhoven en onderdeel van een familiebedrijf. Die weet al heel lang en heel goed hoe die mensen mee moet nemen. Hoe die de eigen koers moet varen binnen de organisatie. En daar mag je trots op zijn. Jouw grootvader was een van de eerste initiatiefnemers van WTCE. Je bent inmiddels in de derde generatie van het familiebedrijf. Het zal nu al bijna helder zijn over wie het gaat. Maar we verklappen nog niks. Maar ik wens je alvast heel veel plezier en alle succes toe in de toekomst. En alvast gefeliciteerd. In de context waar we nu staan hier bij Hockeyclub Oranje Rood, is het wel toepasselijk voor de jong ondernemer van het jaar. Kan veel over hem vertellen, kan ook heel veel dingen niet over zijn ondernemerschap vertellen. Maar dat zal ik jullie allemaal besparen. Wel weet ik dat hij inmiddels ook hier actief is, ook in het bestuur van Oranje Rood. En dat doet hij ook met heel veel passie en daar zijn wij ongelooflijk blij mee. Dus het is volledig verdiend en ik wil hem daar heel erg mee feliciteren. Vandaag gaan we de Young Professional van het jaar 2022 bekendmaken. Kom mee! Kijk, hallo. Naar jou was ik op zoek. Okay. Dag Thijs. Ger, WTC. Hallo, ja, weet ik. Ja. Ga je even met me mee? Ik heb niet voor niets hier bij me. Hè? Ik ging al helemaal mijn dingetjes voor de meeting hier pakken, maar... Ga mee. Ja, ik ken het alleen van de filmpjes eigenlijk, zeg maar zo. En dan zie je eigenlijk alleen maar poef en alles knallen. Maar, ja, komt het filmpje bij jou. Ja, zeker. Hey Thijs. Dag man. We hebben elkaar leren kennen hier op een bedrijfsbezoek hier bij jullie bij CIMAC. Daar zijn we met de voltallige WTC-club hier op bezoek geweest. Ik ben zelf ook actief binnen een familiebedrijf, dus ik vind het heel mooi om te zien hoe jouw opa het bedrijf heeft opgericht, hoe jouw vader het heeft voortgezet en hoe jij nu samen met Maartje actief bent in een bedrijf. Ja. Je bent heel actief bij de Young Professionals, je denkt mee aan het programma, je hebt een heel breed netwerk in de regio waar we graag gebruik van maken. En mede daarom hebben we jou verkozen tot Young Professional van het jaar 2022. Nou, geweldig, officieel. Mooi, dankjewel. Ja, heel mooi. Champagne. Proost dan, hè? Proost. Ja, dankjewel. Ja, verrast is het goede woord, Dian. Het is echt, ik zag het totaal niet aankomen. Het is echt maar superleuk, Young Professional of the Year. Maar ja, afgelopen week er waren al een aantal dingen zeg maar, gebeurde in de agenda. Begonnen allemaal dingen te verschuiven en te doen. En net op de gang, mijn vader die zei van, we wachten hier wel even. Het was een beetje raar allemaal, totdat ik Ger de pinguïn, zoals hij zelf zei, aan zag komen. En toen viel het wel op zijn plek, ja. Ja, ik voel mezelf niet echt per se ondernemer hier binnen CIMAC. Natuurlijk zijn we hier ook met een onderneming bezig en onderneming bezig. Maar hier wel binnen bepaalde kaders en, in de huidige rol waar ik nu zit is het meer management dan echt ondernemen. Maar ja, een beetje hetzelfde. Maar tip voor andere ondernemers en dat zeg ik dan even als, mag ik zeggen, oude young professional inmiddels met 37 jaar. Maar mijn carrière ooit bij BDO begonnen, toen nog echt strak in het pak met een stropdas om elke dag. En langzaamaan hier binnen CIMAC weer steeds meer naar mezelf gegaan. Gewoon. Dus je ziet het eigenlijk hoe ik er vandaag op zo'n vrijdag bij staan, maar zo loop ik hier eigenlijk heel de week tegenwoordig rond. Dus ga op je gevoel af, doe het op je eigen manier en dat probeer ik hier ook te doen.